President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren de Federale Republiek Brazilië gefeliciteerd met haar 200ste onafhankelijkheid. Het staatshoofd stond stil bij de vriendschappelijke betrekkingen en positieve samenwerking op verschillende terreinen sinds de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. De feestelijke herdenking van de 200ste onafhankelijkheidsdag vond plaats op de residentie van de Braziliaanse ambassadeur Rafael Azeredo. Volgens Santokhi is Brazilië de grootste vrije, democratische en welvarende natie van ons continent en vervult het land een sterke en vitale rol in onze regio. Een hoogtepunt in de relatie tussen Suriname en Brazilië is zonder twijfel het bezoek van president Jair Bolsonaro in januari van dit jaar aan Suriname. Tot slot bracht president Santokhi namens het volk en de regering van Suriname de felicitaties over aan het volk en de regering van de Federale Republiek Brazilië.